de Sint-Martinuskerk te Hoorn wordt op 18, 25, 26 en 27 december een kerstexpositie gehouden. De werkgroep had het druk met de voorbereidingen. Wat is de reden van deze tentoonstelling? De reden is eigenlijk dat de groep die dat heeft samengesteld, die hebben bijeengezet. En toen kwamen ze eigenlijk tot de ontdekking dat dit jaar de kerk 80 jaar bestijdt. Dus toen hebben ze gedacht van, god, laten we een tentoonstelling maken over dat hier kerstmis gevierd werd in deze kerk. 80 jaar kerstmis in deze kerk dus. Dan hebben we ook een stuk historisch heur. Hoe gaat dat over? We gingen zoeken naar een thema voor deze expositie. Toen komen we erachter dat op 20 december 1936 deze kerk is ingezegend. En dat wil dus zeggen dat toen ook in 1936 voor de eerste keer kerstmis is gevierd in deze kerk. En dat vonden we een mooi thema, want dat is dus dit jaar precies 80 jaar geleden. Want daarvoor stond die Ooikerk hier in heur. Daarvoor stond die Ooikerk, de Waterstaatskerk, en die is in 1934 is die afgebroken. En toen is de nieuwe kerk, dus deze huidige kerk, gebouwd. Kerstmis 1944. Ja, het was oorlogstijd en toch een mes. Nee, in 1944 werd er geen mes gehouden met de kerstmis. Dat had het bestuur besloten. En wij vonden dat zo indrukwekkend dat we dat eigenlijk als thema aan willen houden en extra aandacht besteden aan de oorlogsjaren. En dan hebben we dus geprobeerd om een beetje een kelder na te bootsen, waar vroeger de mensen dus stiekem dan de messen inhalen. En dat was niet alleen bij de zusters, dat was ook bij de particulieren, dat was bij boerderijen. Daar werden dus de messen gehouden. Dus er waren wel messen, maar niet in de kerk? Niet in de kerk, nee. Het was te gevaarlijk. Dit is de gedenksteen, die komt uit de kelder van brouwerij Huibe. En van november 44 tot begin 45 zijn de messen opgedragen in verschillende kelders, bij particulieren, bij de brouwerij, bij de zusters. En deze gedenksteen die hing in de kelder van de brouwerij. En wie het gebouw af is gebroken, en ik meen dat dat 2007 of 2008 is geweest, toen heeft de Heemkundevereniging Hoorn de gedenksteen gered. En dus in bewaring genomen. En dat hebben we nu dus mogen leren voor deze tentoonstelling. Nu heb je hier allerlei attributen liggen, historische. Hoe kom je daar aan? Nou, we doen al eigenlijk, dit is het vierde jaar dat we die expositie opzetten met de kerstmis. En we hebben al verschillende jaren heel fijne medewerking van de heer en mevrouw Joosten, die het Museum Vervlogen Tijden in Buggenum hebben. We staan hier bij een aantal heel oude kazuifels. Hoe oud zijn die ongeveer? Volgens mij zijn ze van de 20e eeuw met borduursel van de 18e eeuw. En een van die kazuifels is ook in de jaren 40 al gedragen door de latere bischop de Morto. En ze zijn ook een beetje opgeknapt, heb je begrepen? We hebben een notitie van pastoor Kuipers gevonden van 1943, waarin stond dat ze dus al behoorlijk aan reparatie toe waren. En dat een zuster, ik meen uit Maastricht, van de kleine zusters van het kindje Jezus, daar wel 1200 uur werk aan heeft gehad. Mia, je hebt samen met uw collega zeg maar, deze stal gemaakt. Samen met de man. Met de man? Ja. En vertel eens, er gaat over... Wat is die inspiratie? De inspiratie, ja, ze willen graag een nieuwe, de oude beelden hebben we een paar jaar geleden gerestaureerd. En daar moest een nieuwe stal bij komen. En toen zag ik van, nou, dat maken Peter en ik wel. En hebben we gemaakt van een klein voorbeeld, uit een tijdschrift, zeg maar. En daar hebben we dan vergroot. En zo hebben we dat gemaakt, bij ons achter op het terras. Dus dat houten stal, dat heb je zelf gemaakt? Ja. Het is gewoon van pallethout gemaakt en dan de kantje een beetje afgehakt en gekapt, zodat het oud leek. En hem dan ook nog geverfd natuurlijk. Dus ja.
Dat kindje Jezus wat daar in het kribje ligt, dat is het enige beeldje wat we nog over hebben van de veelbesproken kerstzaal van pastoor Hel. Die heeft in de jaren 65, 66 heeft er mevrouw Trees Wijnen van der Schoor opdracht gegeven om een kerstgroep te maken. En die heeft ze dus gemaakt van hoofden en de handen waren van was. En de kleier en alles, de romp waren van draad.